Welkom bij een nieuwe aflevering van Heems TV. Nou, ik heb al een paar filmpjes gemaakt over de Biomaster samen met Rob. En die onwijs goede reacties verkopen ze veel. Bijna al onze show-aquariums draaien erop. Ja, wij zijn niet meer dan volof. Maar iedereen liep wel een beetje tegen dat voorfilter aan. Dat die stroming vaak snel wat minder wordt. Want jullie mogen van ons pas het voorfilter schoonmaken als de uitstroom die terug het aquarium inkomt wat afneemt. Dus dan is het de teken om dat voorfilter eruit te halen. Maar ja, dat was toch wel een dingetje. Dus we hadden de verschillende sponsen. We hadden de 60 pipi, de fijnste. Dus de zwarte. Daarna kwam de blauwe. De 45 pipi. Die was weer iets grover dan de zwarte. En toen hadden we de grofste, de rode. De 30 pipi. Ik weet ook niet alles uit mijn hoofd meer. En daar hebben ze wat voor veranderd. Ze hebben ten eerste hebben ze dus nog een grovere 10 pipi. Dus als je nu ziet die blauwe die standaard erin zit. In feite met de grovere is dat al natuurlijk een mega stap. Maar hier zat natuurlijk nog de bruine rode, wat je, hoe je het wil noemen, ertussen. Dus dat hebben ze gedaan om meer stroming te creëren. Dat houdt wel in dat je hoofdfilter wat meer wordt belast. Dus wat ik altijd zeg, na 9-10 maanden pas je hoofdfilter verschonen, dat wordt dan wel iets korter. Maar je houdt langer en meer doorstroom, dus je hoeft minder aan je voorfilter te werken. Dus dat is een stap 1. En wat hebben ze gedaan? Deze is vies. Die komt uit een pomp van onze show aquarium, uit een 850. Zoals je hier ziet heb je dus 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 gaatjes. Die aanzuigbuis van het voorfilter, maar daar hebben ze dus ook wat voor anders verzonnen. Je hebt hem al waarschijnlijk zien liggen. Hier hebben ze een groffer op gemaakt. Dus ook als je nu kijkt, zit er echt veel meer gaten in. Dus je krijgt veel meer doorstroming in vergelijkbaar met deze buis. Dus hier gaat ook meer vuil doorheen, dus je hoofdfilter wordt meer belast. Maar ja, je houdt die doorstroming veel beter. Want er waren al mensen die hadden zelf dingen gebouwd en gecreëerd. Maar dit zijn dus twee nieuwe ontwikkelingen van Oase. Om te zorgen dat die filters beter blijven, die voorfilters minder snel verstopt raken. De 850 en de 600, de grootste en de ene grootste pompen, die hebben dezelfde maat, lengte, aanzuigbuis. En de 350 en de 250 hebben een aparte maat. De sponsen zijn ook wederom per 4 en per 6 te koop. Jullie hebben ook eens een paar maanden even het getest voordat we jullie zouden adviseren. Maar wij zijn er zelf ook veel enthousiaster over hoe dat nu werkt. Voor ons ook minder onderhoud aan de bakken. En super tevreden. Ik hoop dat jullie wat hebben aan deze tip en graag tot de volgende keer.